Ik vind het heel belangrijk dat er heel veel groen blijft. Maar ook veiligheid voor kinderen, voor mensen die daar hardlopen, rennen, de dieren. En noem het maar op, het is niet nodig. Want anders was ik wel in Amsterdam gaan wonen. Ja, precies. U heeft echt uw huis uitgezocht op het feit dat daar geen bebouwing was. Toch zijn er mensen die zeggen van ja, het stond al wel ingetekend op de kaart. Dus u had het kunnen weten dat daar toch uiteindelijk iets gaat komen. Ja, maar dan hadden ze in 2015, toen ik mijn woning kocht, duidelijker in mogen zijn. Dan hadden ze tegen mij moeten zeggen, dit wordt het, zo hoog wordt het en dit gaan we verwachten. En er waren vierkantjes getekend. Ja, wat is een vierkantje? Een boompje? Een bosje? Geen idee. Daarom hebben wij een petitie gestart. 500 medebewoners hebben die getekend. Die voelen zich dan ook gesteund daarin. Dus ik sta niet alleen namens mezelf, maar ook nog 500 andere mensen. En alles met als doel dat het Cascadepark in ieder geval niet bebouwd gaat worden. Ja, precies. Geen bebouwing. Het is goed zo. Er staat al voldoende woningen. Laten we het ook groen houden. In Central Park staan geen woningen. In het Vondelpark staan geen woningen. In het Cascadepark hoeven geen woningen. Ben Duurlacher, u bent bewoner van Poort en u heeft ingesproken vanavond. Waar zit wat u betreft het probleem? Ik denk dat voor mij en voor de bewoners van de buurt waar ik in woon, en dat is het buitendijkse gebied, het vooral zit in het ongebreideld maar doorgaan met kappen van bomen, het weghalen van veel natuur ten behoeve van woningbouw. En wij snappen dat woningbouw heel belangrijk is en dat Almere Poort de poort van Almere is, maar ook heel erg aanslaat als woongebied. En wij willen er vooral voor waken dat je een goede combinatie krijgt van natuur, woningen en niet alles opoffert om eigenlijk hele bossen weg te kappen. Wij wonen zelf in een gebied waar ongeveer 50.000 bomen nu al zijn gekapt. Overigens een hele mooie woonwijk, maar het is wel ten koste gegaan van heel veel bomen en heel veel natuur. Ja, en wat hier leeft, de meeste mensen zeggen toch wel, hou dat Cascadepark, hou dat pampershout, hou dat groen. Er zijn plannen destijds gemaakt voor een goede inrichting van het Cascadepark. Dat is toen in samenspraak met de bewoners gebeurd en uiteindelijk merk je dat dat alsmaar meer afkalft. En wat ontstaat er? Er ontstaat een park wat overwegend gewoon een tochtgat is, als je het heel oneerbiedig zegt. Maar je krijgt daar niet het gevoel van een park met enige vorm van beschutting. En dan zeg je, park functioneert niet, laten we dan maar volbouwen. En daar moeten we denk ik met z'n allen voor waken dat een goede wijk vooral begint met vasthouden aan een aantal waardes.